Dames en heren, leuk dat je kijkt. Vandaag spelen we een nieuw griezelspelletje. Ik heb het denk ik ooit een keer gekocht of gekregen. En zat opeens in mijn Steam. Is het geen zielig spel dat je gewoon een zielig schrikmoment krijgt? Ik heb geen idee. Ja, je krijgt nu al zo'n blij kop. Dat slaat dus ja dus. Het is zo'n zielig spel. Eerlijk, ik ken dit hele spel niet. Volgens mij was het op Steam was het gewoon overweldigend positief of zo. En was het in een sale en heb ik hem ooit gewoon gekocht. Of ik heb hem gekregen van iemand. Dan ben ik nu ASO en ben ik het vergeten. Zeg dat je hem hebt gekocht gewoon. Maar hij staat in tussen mijn games. Of is hij er zomaar ontstaan? Spooky. Griezelen. Laat lekker gaan griezelen. Lekker spelen. Moet ik nog iets weten van wat ik moet indrukken? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, dat zeg ik toch. Oké, ik kan gewoon rondlopen. Oh, sprinten kan ik. Het heeft met spoken te maken volgens mij. Gewoon een mobieltje. Lekker, Timon. We zitten nog niet vast. Nee. Normaal gesproken zouden we hier al vastzitten. Oh, dat is Ira. Thank God, Linda. What took you so long to pick up? Where are you? Are you alright? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda. Oh. What took you so long? Where are you? Ze was griezelig. Ze was griezelig. Ik zag het. Er zit een selfie. Oh! Een ghoul. Dat was een ghoul volgens mij. Waren we dat zelf? Was het een selfie ding? Nee. Dus we zien geesten door het mobieltje. Oh, dat is het waarschijnlijk, ja. Ik ben benieuwd of het eng wordt, want ik heb geen idee hoor. Ja, ik ook. Maar ik heb gevoeld nu dat ik elk moment kan strikken van een of andere ghoul. Ja, waarschijnlijk moet je door je telefoontje kijken, anders springt hij in één keer of gebeurt er iets, of niet? Nee, toch? Peter, ga je me niet weer opfokken? Ja. Dit is je gewoon weer gelukt. Het slaat helemaal nergens op. Ik wil het totaal onnodig. Waarom zou je... Is dat een ghoul? Dat ziet er niet uit als een ghoul. Oh, ik schrik gewoon van alles nu, omdat ik weer opgefokt ben. Het is je weer gelukt. Ik heb helemaal niks gedaan. Nog en ik ben al opgefokt. Wat is ons verhaal? Hebben we een intro gezien? Nee, volgens mij niet. Of ik heb het doorgeklikt. Oh man, weet je hoe donker het hier is, joh. Als het zo'n zielig spel is, Peter. Wat hebben we ook aan het mobieltje? Ja, spoken zien. Wat als we een spook zien? Oh man. Te veel hoekjes. Het doet me een beetje denken aan Silent Hill. Ja. Je scherm wordt wel wit. Kijk nu eens door je telefoon. Kijk achter je. Koud. Kijk achter je. Kijk ja, weer achter je. Me? Ja, door je telefoon, man. Waarom? Ze hebben niks uitgelegd. Hoezo moet ik door mijn mobiel? Peter, hou nou op, man. Je speelt als... hou op. Ik ga niet door mijn telefoon kijken. Je speelt als een tiener. Die zitten constant op hun telefoontjes. Ja, een sociaal commentaar is dit. Ik heb mijn geluid aanzet en je hoort het als ik een appje krijg. Het geluid wordt even geloopt. Wat doe je? Je moet duidelijk door die struiken heen. Die stijve struiken heen, dat paardje net. Maar het is... Oh man, wat is dit nou even zielige... Kijk door je telefoontje heen dan! Spot de spook. Waar is de spook? Waar is die spook? Puur zieligheid dit spel, man. Waar is de spook? Waar is de ghoul? Zag je dat niet in een kooitje hier rechts? Ja, daar is de spook. Wat moet ik ermee doen nu? Fotootje. Zet op Facebook. Likes. Oh ja, ik heb hem echt binnen. Nice. Dat was het echt waard. Het is een Instagram filtertje. Ja. Alsof het een oude foto is. Cool. Wat heb ik hier dan? Ja, ik dacht dat je door deze stijf struik heen. Ja, dat deed ik net al. Bedankt voor de tip, Peter. Geen probleem. Oh, het is wel weer wit. Je scherm is weer wit. Oh! Je kan door een muur heen kijken. Oh, ik kan er gewoon doorheen lopen. Wall glitch. Wall, no, stop glitching, please. Waarom klopt dit wel, dat ik er doorheen liep? Ja, ik denk het wel. Heb ik gewoon zo'n heimpje om... Oh! Voor mij is het zo'n heimpje op, Peter. Echt? Kleuren. Wow, ik hoor een beestje. Vleermuizen. Insect was het toch niet? Valt hij aan? Gigantisch insect. Zo'n mug. Wow, moet je daar ook een foto van maken? Waar die gebroeders koot over hadden. Ze
komen op je lampje af van je telefoon waarschijnlijk, die muggen. Heb je hem nu te pakken? Heb je hem gefotografeerd? Cool te pakken volgens mij. Of was het... Een spook was het. Oh, een spook. We zijn wel verder volgens mij hoor. Oh. Is dat een ghoul? Ik ga er achteraan. Grijpen. Of gaat hij je laten schrikken als een zielig mannetje? Nee, dat zou echt treurig zijn. Oké. Wat is ons plan? Wat is ons hele doel? Ik weet niet eens wat ons doel is, Timon. Wow, creepy! Oh. Deurtje open en gaan, Timon. Dit vind ik spooky. Dit vind ik spooky. Dit is echt zo'n schrik... Geluid is weg, dan komt er zo'n zielenschrik moment. Nee. Zeker weten van wel. Waarschijnlijk is hij gewoon bezig met loopen straks weer. Kijk, hier komt hij weer. Oh! Gaat ze nu weer wegrennen? Waarom maak je van iedereen... Oh. Even niet doen nu. Maak een fout van haar. Is het de fout van het spel? Ah. Oké, ik kan gewoon tegen haar praten. Dus Ira. Ik miste de grap mee. Ik ook. Het is wel een beetje apart dat we dan niet gewoon nep lachen alsnog. Dat konden we gewoon doen. Ze lacht om haar eigen grap, dus ik vind dat sowieso een beetje... Misschien was hij ook gewoon goed. Nee, dat kan. Nu lag ik ook aan mijn eigen grap. En die was helemaal niet zo heel goed. Nee. Gaan we omhoog of gaan we ja, eerst, gaan even... Nee, eerst even beneden gluren? Ik moet waarom vraag je... Je vraagt mij al alsof ik een keuze heb. Syllable omhoog. Of. Ja. Maar ik mag alleen beneden blijven van je. Oké, ga maar naar boven dan. Hier is niks te zien. Voor die geheimpies. Ja. Heb je het al naar je zin? Dus zo'n ouderwets horrorspelletje. Gewoon even genieten, even griezelen met z'n tweeën. Oh, een hond. Is het echt een hond? Dat is een hond of zo. Die kan ook zoiets makkelijk... Een hond of zo. Het is toch een flip, hond? Want dat lijkt niet echt op een hond. Maar het is wel een soort van hond. Fotootje. Je bent wel een beetje bang voor de hond, of niet? Ja, hij gaat zich straks laten schrikken. Er komt straks een vrouw. Trap hem. Ik vertrouw die kat. Ik vertrouw hem ook echt hond niet. Hond helemaal niet. Word ik ook gefluisterd of niet? Dat doe je alleen maar om me op te fokken altijd, hè? Nee, zonder grappies. Ik hoor helemaal niks. Sodemiet erop. Oh, die hoekjes. Tot nu toe zijn het nog geen hoekjes, mannen. Geintje. Vond je deze grapjes niet grappig? Jawel, maar ik snapte hem gewoon niet. Poepen in de grond. Poepen in de grond. Nee, vind je dat niet grappig? Ja, ik vind het woord poepen wel grappig, maar ik snap je... Ik snap niet wat je ermee bedoelt, zeg maar. Het is observationele comedy, weet je wel. Je zegt zeg maar wat je ziet en dat is het. Oh, oké. Nee, dan vind ik hem toch wel leuker. Kun je er allemaal niet in? Oh, Ira, niet zo spooky doen. Oh man, ik spartel hem! Hij spartel hem. Dat is niet heel eng. Hey! Hey! Wat? Ik maakte echt heel veel foto's! Ik had het gewoon niet verwacht. Ik dacht ik moet eerst dichterbij komen, maar ik spartel hem volledig. Are we dead yet? Oh, het hoort erbij. Okay, het hoort erbij, want ik was op tijd. Ik was op tijd. Nee, dan is het goed. Ik wilde al zeggen fout van het spel. Ja. Mag je het nog wel even doen? Fout van het spel.